Hoi, dit super gave Fidget Fun boek kreeg ik toegestuurd. En vandaag in deze video laat ik je zien dat ik een van de projectjes uit dit boek ga maken. In dit boek staan 50 geweldige leuke ideeën om zelf een leuke fidget te maken. Dus ik had keuze genoeg. En in deze video heb ik nog een hele gave winactie. Wil je meedoen? Blijf dan vooral kijken. En ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Dit kan eenvoudig gratis via de abonneerknop op mijn kanaal. En vergeet vooral het belletje niet aan te klikken, want zo ben je altijd als eerste op de hoogte van een nieuwe video. De link van dit boek die plaats ik in de beschrijving onder deze video, want dit boek kost maar €6,99. En er staan zoveel leuke fidget fun knutselideeën in. Laten we nu beginnen met het knutselproject wat ik uit dit boek heb gemaakt. Deze knutselopdracht is een squishy gemaakt van papier en dan een eenhoorn. Dus die ga ik samen met jullie maken. Als eerste gaan we een eenhoorntekening maken op een vel wit papier. Dit doen we met potlood. We tekenen als eerste de hoorn en de oren en het hoofd. Oh, mijn potlood. Daarna een mooi bloemetje. En zijn pony. Dan teken ik de snoet. Met de neusgaten. En de mond. En dan de ogen nog. Met de wimpers. En wanneer ik de tekening goed vind, trek ik alles over met een zwarte stift. Zodat ik dus gelijk in één keer een mooie tekening heb. Nou, nu het gezicht nog. De snoet, de mond, de neus en de ogen. Ik laat de stift heel even drogen en daarna gum ik alle potloodlijntjes weg met een gum. Zodat je de potloodlijntjes niet meer ziet. En dan is het tijd om de eenhoorn mooi in te kleuren met mooie kleurtjes. Dus dit gaan we nu doen. Ik gebruik verschillende kleuren viltstift en ik begin met de hoorn om die in te kleuren. En daarna doe ik de pony en het bloemetje van de eenhoorn. En het bloemetje doe ik ieder blaadje een ander kleurtje. En dan de blosjes op de wangen nog. Ik vouw het blaadje dubbel. En ik knip dan alle twee de blaadjes uit. Wanneer ik dit heb gedaan, dan zet ik op allebei de binnenkanten een kruisje. Zo weet ik altijd dat dit de binnenkant is. Dan gaan we de voorkant en de achterkant gaan we beplakken met plakband. Dit kan dus met breed plakband, maar dit kan ook gewoon met smal plakband. Ik heb nu de voor- en achterkant beplakt met plakband. Dus de binnenkant niet, waarop de kruisjes op staan. Dus echt alleen de achterkant en de voorkant. En van het achterblaadje knip ik rondom het plakband nu weg. Als ik dit gedaan heb, ik dus krakend plastic opgezocht. En maak ik een begin om de achterkant op de voorkant te plakken. Je ziet het kruisje staan. Dat draai ik naar binnen. Dat is de kant met plakband. Die leg ik bovenop de voorkant. Dan maak ik dus kleine knipjes in het plakband en vouw ik het plakband netjes om over het achterste gedeelte. En dit blijf ik doen totdat ik dus het bovenste gedeelte, waarop dus de oren zitten en de hoorn, dat gedeelte dichtgeplakt is. En dan laat ik het onderste gedeelte, waarop dus eigenlijk de snuit zit, die laat ik open. Want dan kan ik straks het krakende plastic instoppen. Kijk, en het onderste gedeelte heb ik opengelaten. Dan kan ik nu het krakende plastic erin stoppen. En het plastic heb ik in kleine stukjes allemaal geknipt. En dan stop ik dat in de eenhoorn totdat hij helemaal vol is. En dan vouw ik nu de voor- en achterkant van de eenhoorn naar elkaar toe. En deze plak ik dicht met de plakband. En indien nodig maak ik er een knipje in, zodat deze voor- en achterkant goed aan elkaar aansluiten. En dan heb ik nu de eenhoorn dicht geplakt. En zoals je kan horen maakt hij een heerlijk krakend geluid. Deze eenhoorn is dus een van de Fidget Fun projectjes die in dit boek staat. Ik vond hem in ieder geval heel erg leuk om te maken. Ik mag een aantal van deze Fidget Fun boeken weggeven. En via deze video wil ik 2 boeken weggeven. Wat moet je hiervoor doen? Ik zal het ook nog in de beschrijving zetten onder deze video. Maar abonneer op mijn kanaal. Zorg dat het belletje is aangeklikt, zodat je altijd op de hoogte bent van een nieuwe video. En laat een reactie achter onder deze video. Ik zou het heel erg leuk vinden als je deze video wilt delen op je social media kanalen. Zodat er vrienden, kennissen of familie van jou ook mee kunnen doen met deze winactie. En op maandag 14 juni maak ik de 2 winnaars bekend. Ook via Insta wil ik een boek weggeven. Dus ga naar mijn Insta-account en volg mij daar ook. Bedankt voor het kijken van deze video en tot de volgende video.